Om zijn eigen ondergoedlijn bekendheid te geven, doet Frank ook de publiciteit. Zoals in de inmiddels bekende reclamespot. We waren erbij tijdens de opnamedag. Down you go. Nou, doe nog wel een uurtje. Zeker een uurtje. Pak die thee. Opgaan. Tjoep. Die kant op. Zo, naast die stoel. Hij zit hier. En dan blijf je staan. Dus je loopt nu door het doek heen, zeg maar. Oké, nu even rehearsen. Turn over. En action. Bijna man. Hij is bijna man. Turnover. Track. Action. Hallo. Hij is een goede jongen. Was hij goed? Hi. Natuurlijk is hij goed. Maar ik zou niet lachen. Ik lach het niet. Ik heb die knop op zijn kop. Ja, dat zie je niet eens, man. Dat zie je wel. Ja. Als je... Ik zit, de krant is op zijn kop. Kijk, moet je kijken. Had je verheugd op deze dag? Nou, niet verheugd, niet zozeer, maar ik vind het meer spannend. Ik bedoel, het is toch iets heel nieuws. We zijn met een reclameclip bezig. Heel apart en ik hoop gewoon dat het er goed op komt. Hoe doe je dat met je rol die je speelt? Is dat een rol voor jou of doe je het, moet je het vanuit jezelf doen? Ja, ik denk dat je moet proberen zo natuurlijk mogelijk over te komen. En dat is op zich alweer moeilijk als je weet dat er op je gelet wordt, maar ik doe gewoon ons best. Ik ben een meisje die dan een bar binnenkomt en ik heb zijn ondergoed aan. En dan ziet hij dat en dan vindt hij dat heel leuk. En dan word ik bekeken en ik denk, hè, zit hij me te loeren? En dan kijk eens hij het. Wist je toen dat je met Rijkaard in een filmpje zou zitten? Nee, dat wist ik. Ja, ik wist wel dat het voor zijn ondergoed was, maar ik wist niet dat ik met hem in het filmpje zou zitten. En wie hoorde je dat? Dat hoorde ik een dag later, ja. En, wat dacht je toen? O jee, maar wel leuk, hè? Vrienden gelijk, oh, voetbalkaartjes. Dus doe net een beetje gevaarlijk, leuk, een beetje acteren. En kijk eens zo, dan ben je vast, je weet het. Action. Heb ik wat van je aan of zo? Nog een keer. Action. Heb ik wat van je aan, of zo? Hop, spin. Actie. Heb ik wat van je aan, of zo? Ja. Heb ik wat van je aan, of zo? Hoe gaat het worden? Ja, fantastisch. Ja? Het gaat goed. Het gaat goed. Moet je niet op voorbereiden? Ja, nou, dit is een beetje afleiding, hè. Dan ben ik daar niet zo mee bezig en dan spring ik er straks naturel in. Piet, action! Heb ik wat van je aan of zo? Ja. Ben je er een beetje zuinig op? En sleep. Ja. Oké, we gaan weer. Ben je er ook zuinig op? Eindelijk is het hier naar je vraag. Ja. Ben je er zuinig op? Ben je er wel een beetje zuinig op? Ben je er ook een beetje zuinig? Ben je er ook wel een beetje zuinig op? Ook maar eventueel. Ben je er wel een beetje zuinig op? In de toekomst. Ben je er wel een beetje zuinig op? Ben je er een beetje zuinig op? Ben je er een beetje zuinig op? Ben je er een beetje zuinig op? Ja, maar hij zegt steeds wel. En ja. Het blijft dan hangen. Ja. En action! Heb ik wat van je aan of zo? Ja. Ben je er een beetje zuinig op? Eindsleep. Action! Hey, klap. Action! Heb ik wat van je aan of zo? Ja. Ben je er ook een beetje zuinig op? Action! Heb ik wat van je aan of zo? Ja. Ben je er een beetje zuinig op? Die vond ik heel goed. Aansleep! En klap. Ja. Ben je er een beetje zuinig op? Aansleep! En sleep! Ja, even jongens. Ik moet zeggen, ja, je zegt dan van goed, dat doen we even. Maar als je dan zit op zo'n sessie en je moet eigenlijk maar heel weinig een kort zinnetje zeggen en het gaat om een bepaalde blik in je ogen. Ja, er gaat meer tijd in zitten dan je denkt. En er schuilt veel meer achter zo'n eenvoudig clipje dan je voor mogelijk had gehouden. En het is best wel intensief.
En als je er dan mee bezig bent, denk je, god, ik hoop maar dat het goed gaat. Hoop maar dat het een beetje goed overkomt. Maar achteraf is het de moeite waard geweest, want de clip is goed ontvangen. En van beide kanten, we zijn allemaal tevreden.